dat er allerlei complottheorieën zijn. Bijvoorbeeld over 5G-zendmasten die het virus zouden verspreiden. Wat vindt u van al die complottheorieën? Ik geloof daar niks van. Ik denk gewoon, het is een ziekte en daar moeten we mee, moeten we tegenaan en opletten. Maar die complottheorieën, daar doe ik niet aan mee. Oké, wat vindt u nou van al die complottheorieën die er rond te doen? Ja, ik vind het allemaal sprookjesverhalen. Er zijn natuurlijk geen complottheorieën. Kijk, toen het vorig jaar in december begon, toen dachten ze in China van nou, China is heel ver weg. Dus het gaat hier niet komen. Maar ik denk niet dat er sprake is van complottheorie. Ik denk dat er meer sprake is van dat het onderschat. Wat vindt u van allerlei complottheorieën die er rond te doen? Ja, dat is erg. Omdat de mensen niet weten waar ze aan toe zijn. En iedereen maakt daar maar een eigen verhaal van. We hebben geen houvast dat de regering zegt van zo moet het. Ja, ik heb er niet zo heel veel grip op. Eén zegt dit en ander zegt dat. Ja, ik vind ze moeten veel strenger even gaan optreden en gewoon een complete lockdown doen. Compleet duidelijk zijn, iedereen mondkapjes op, waar je ook maar bent en waar je ook maar bevindt. Ja, en die complottherapie, ja, het is er. Eentje doet er aan mee en de ander doet het weer niet. Grote onzin. Grote onzin. Dat kun je niet meer zeggen met zoveel dode mensen, met zoveel ziektes, met zoveel problemen. Ik geloof er helemaal niks van. En dat heeft te maken met complottheorieën, okay. Al dan niet rondom het virus. Mm-hmm. Wat vind je van al die complottheorieën die er rond te doen? Nou, ik denk dat we gewoon best naar de overheid kunnen luisteren wat hun zeggen. En niet zelf allerlei dingen moeten gaan bedenken. Ja. Hoe ontstaan ze volgens jou? Gewoon verhalen die elkaar maar door en doorgaan. Ja. En ik denk gewoon mensen die zelf geloven wat verteld wordt. En dan het beste gewoon naar de overheid kan luisteren en dat maar. 5G-masten zouden het virus verspreiden. Nou, ik hou me daar niet mee bezig. Ik kan me niet voorstellen die 5G-masten invloed hebben op datgene wat we nu allemaal doormaken. Ja. Heeft u een verklaring voor die complottheorieën? Nee. Nee. Ik denk dat de mensen gewoon zich niet fijn voelen in deze tijd. Dat ze allerlei dingen gaan zoeken. Maar echt niks is bewezen. Precies hetzelfde wat er gebeurd is met die mondkapjes. Ja.